Hele goede morgen. Fijn dat we weer bij elkaar zijn. Ik wil met jullie lezen een stukje uit Johannes. En dat is als de Heere Jezus voor het gerecht komt te staan, voor Pilatus. En dan vindt er dit gesprek plaats. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, en dan komt het, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hem, ik vind geen schuld in hem. Nou, je kent die gedeeltes natuurlijk, dat de Heer Jezus wordt veroordeeld en dat ze geen schuld in hem vinden. Maar drie keer komt hier het woordje waarheid voor. En dan vind ik zo mooi dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen in deze wereld opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En dan de reactie van Pilatus. En die zegt, wat is waarheid? Maar hij zegt het op een manier van, er is helemaal geen waarheid. Want direct daarna, na dit gezegd te hebben, loopt hij naar buiten en begint met de Joden te praten en te vertellen dat hij geen schuld in hem vindt. Met andere woorden, Pilatus was niet om een antwoord verlegen. Hij zit in die tijd waarin wij leven, waar zoveel mensen zeggen, wat is waarheid? Er is geen waarheid. Jouw waarheid is jouw waarheid, mijn waarheid is waarheid. Maar de vraag is er dan geen waarheid? Wat is waarheid? Nou, de Bijbel leert heel duidelijk wat waarheid is. En daar moeten wij voor durven te staan als gelovigen. En niet in twijfel worden gebracht. En ik wil gewoon een paar verzen lezen om te bemoedigen dat er wel een waarheid is. En die kun je geloven. En als je hem gelooft, dan gaat God die waarheid ook in je leven uitwerken. Allereerst, de Heere God is waarheid. In Deuteronomie 32 lezen we, hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Dan kun je twee dingen doen. Dat in twijfel trekken. Of je kunt het geloven. Nu dan, 2 Samuel 7 vers 28. Nu dan, Heere, Heere, u bent die God en uw woorden zijn waarheid. En u hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. Dus hier Samuel koppelt dat God waarheid is, ook zijn woorden daaraan. En dat kan niet anders, want als hij waarheid is, dan spreekt hij ook de waarheid. En dan is het David in Psalm 25 die zegt, leid mij in uw waarheid. Dus David geloofde dat er een waarheid was. Hij zag hem niet, dus hij bad erom of God hem in de waarheid wilde leiden. Heere, laat mij uw waarheid zien. In Psalm 86 vers 11 zegt hij, leer mij Heere uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Nou, zo kunnen wij als christen kunnen wij wandelen in de theologie van jouw gemeente. Je kunt wandelen in de vrije theologie van een universiteit. Maar David zegt, ik wil wandelen in de waarheid
van God. Leer mij in uw waarheid te wandelen. Jeremia zegt, de Heere God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwige koning. Dus het hele Oude Testament laat al duidelijk zien dat wij een God van waarheid hebben. En dat vind ik zo heerlijk, dan kun je hem ook 100% vertrouwen. Anders zou er geen waarheid in hem zitten. En omdat hij de waarheid is en de waarheid spreekt, zou het juist een verlangen in je moeten zijn om in die waarheid te leren gaan leven. En David zegt ook, leer mij. Het is een proces in je leven om in die waarheid te gaan leven. Dus de Heere God is waarheid. Maar de Heere Jezus is ook waarheid. In 1 Johannes 1, of Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Met andere woorden, Johannes getuigt dat hij samen met de andere apostelen niet alleen in de Heere Jezus de heerlijkheid van God zag, maar ze zagen de genade van God in hem, maar ze zagen ook de waarheid van God in hem. En natuurlijk Johannes 14 vers 6. Dan zegt de Heere Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, dan kun je twee dingen doen. Of je mist wat in je hoofd, dat je durft te zeggen, ik ben de waarheid, of je bent de waarheid. En als hij het afdruk, als hij de afdruk van God is, als hij de zoon van God is, als hij de verwezenlijking van God is, dan is hij ook waarheid, zuiver waarheid. Maar wat hebben we nog meer? Niet alleen God de Vader is waarheid, God de Zoon is waarheid. De Heilige Geest wordt de geest van waarheid genoemd. In Johannes 15 vers 26 zegt de Heer Jezus, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal over mij getuigen. Dus God de Vader is waarheid, God de Zoon is waarheid, en de geest is de geest van de waarheid, en die zal over Christus getuigen. Dus dan is de boodschap die de geest brengt over Christus, is zuivere waarheid. Dat houdt het allemaal bij elkaar. Maar dan hebben we nog iets. En dat is dit. De Bijbel wordt enorm in twijfel getrokken, maar het woord van God is ook de waarheid. En moet je eens horen wat de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed zegt. Hij zegt in vers 17, Johannes 17 vers 17, heilig hen, dat zijn de gelovigen, zij die wederom geboren zijn, heilig hen door uw waarheid. En dan zegt hij erachter, uw woord is de waarheid. Nou, en daar heb ik zo geleerd om daaraan vast te grijpen. Dat als het woord zegt dat ik heilig en gereinigd en onberispelijk voor het aangezicht van God sta, dan moet ik niet van, voel ik dat nou wel? Nee, dat is de waarheid, dat zegt de schrift. Dat is wie je bent in Christus Jezus. En dan ga je die waarheid vastklampen. Zijn woord is de waarheid. En wordt dat ondersteund? Ja, het wordt ook nog eens op een andere wijze ondersteund. Er staat in de Bijbel namelijk dat God niet liegt. We lezen in 1 Samuel 15 vers 29. Ook liegt de onveranderlijke Israël niet. En kent geen berouw, want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Maar vooral de eerste woorden. De onveranderlijke Israëls, dat is de Heere God, die liegt niet. Paulus zegt het tegen Titus, in Titus 1 vers 2, in de hoop des eeuwig levens dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl hij te zijner tijd zijn woord heeft geopenbaard in de verkondiging. Nou, als we een God van waarheid hebben,
Een zoon van waarheid, een geest van waarheid, een woord van waarheid. En we hebben dan daar nog eens bij dat er duidelijk staat, God liegt niet. Wat is dan ons probleem met de Bijbel? Ons probleem is dat we het niet kunnen snappen. En omdat we het niet snappen, zeggen we, ja, dan zal het ook wel niet zo zijn. Nee, het is wel zo. Je moet het alleen leren snappen. En sommige dingen zul je misschien nooit snappen in dit korte leven. Maar die zullen straks in de heerlijkheid geopenbaard worden. Want wat zegt de Bijbel over de doorsnee mens van vandaag? In Romeinen 1 vers 25, er staat, zij, en dat is de mensheid in zijn algemeen, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En dat kan ook niet anders, want elk mens wordt in zonde geboren. Je wordt niet een zondaar omdat je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Zo word je geboren. En wie is de vader van de leugen? Dat is de duivel. Wie is de heerser van deze wereld? Dat is de duivel. Dus het is logisch dat de mens in het algemeen die niet het licht van Christus heeft, die de waarheid niet ontdekt, automatisch in de leugen meewandelt. Maar er staat er, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Nou, kijk maar om je heen, wat worden mensen niet aanbeden? Sommige mensen aanbidden de dieren, want we hebben partij voor de dieren. Mensen sterven, abortussen plegen, maar ook om niet aan een hagedisje. Of dan aanbidden ze de dieren in plaats, aanbidden de schepper die de mens boven de dieren heeft gesteld. Dus een hele, hele leugen. En dan terugkomende op die vraag, wat is waarheid? Nou, zal ik je zeggen, God de Vader is waarheid. God de Zoon is waarheid. God de Heilige Geest is waarheid. En Gods woord is de waarheid. En ik durf te zeggen, het is de absolute waarheid. Is er een absolute waarheid vandaag, 2020? Ja, er is een absolute waarheid. En elk mens zal straks voor die absolute waarheid verantwoording moeten afleggen als de boeken over je levens geopend worden. En dan kun je niet zeggen, ja maar, nee, dan wordt de waarheid geopenbaard. Maar wat een genade van God. Dat Hij een weg heeft gegeven, zijn Zoon de Heer Jezus, opdat een iedereen die in Hem gelooft, niet alleen het eeuwige leven krijgt, maar ook de waarheid gaat ontdekken. En dat hij de geest heeft gegeven en zijn woord om die waarheid ook te leren toe te passen en te gaan kennen in je persoonlijke wandel met hem. Mogen wij ook zeggen, Heere, net als David, leid mij in uw waarheid, opdat ik mijn leven overeenkomstig uw waarheid zal gaan leven. Dat God jullie zegene met zijn waarheid. Amen. Amen.